Excellenties, geachte aanwezigen. Helaas kan ik vandaag niet bij deze belangrijke bijeenkomst in Paramaribo aanwezig zijn. Mijn agenda laat dat helaas niet toe. Wel heb ik recent nog gesprekken gevoerd met excellentie van Ravenswaaij, mijn Surinaamse collega, als het gaat om ontwikkelingssamenwerking. En uiteraard word ik door mijn ambtenaren, door de ambassade in Paramaribo en door Surinamers continu op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in uw prachtige land. Suriname heeft een speciale plek in mijn hart. Ik zeg dat heel eerlijk. Tijdens mijn periode als Kamerlid ben ik een aantal malen in de gelegenheid geweest Suriname te bezoeken. Hier vandaag gaat het om het belangrijke onderwerp duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling raakt zowel ecologische, economische als sociale aspecten van de samenleving. U weet dat. Oftewel PPP, People, Planet, Profit. Binnen het Nederlandse kabinet coördineer ik duurzame ontwikkeling op internationaal terrein. We willen een betere samenhang tussen internationale afspraken op het gebied van handel, milieu, klimaat en armoedebestrijding. Die hangen samen. Want klimaatverandering raakt niet in de eerste plaats de Nederlanders achter de dijken, maar de allerarmsten. De koffieboeren in gebieden waar het nu droog valt. De bewoners van de steden zoals La Paz, waar nu overstromingen zijn. En ook hier de mensen in Suriname. Dat zijn tegelijkertijd de mensen die in het verleden zelf het minst hebben bijgedragen aan uitstoot van broeikassen. En dat klopt niet. Het Nederlandse kabinet vindt dat er een betere balans moet worden gevonden tussen de economische, de ecologische en de sociale aspecten van duurzame ontwikkeling. Ik vind het daarbij wel belangrijk dat we uitgaan van de kracht, van de capaciteiten en de maatschappelijke organisaties van de meest betrokkenen, van de mensen in de landen in het zuiden. Suriname en Nederland hebben een bijzondere band. We hebben een gedeelde historie, taal, cultuur en familiebanden. De banden tussen beide samenlevingen zijn zo omvangrijk en nemen qua inhoud en omvang nog steeds toe. Dat is belangrijk. En dat gaat dus verder dan samenwerking van overheid tot overheid. Het is een band van mensen, van veel particulier initiatief. En om deze band en samenwerking te verstevigen, heb ik met ingang van 1 januari 2008, voor een periode van 4 jaar, de twinningfaciliteit Nederland-Suriname in het leven geroepen. Deze twinningfaciliteit heeft tot doel de samenwerking tussen de Surinaamse en Nederlandse particuliere organisaties te stimuleren. Kennisuitwisseling, capaciteitsversterking en armoedebestrijding staan daarbij centraal. Want alleen met een sterke gemeenschappelijke inzet van en door mensen kan de armoedeproblematiek aangepakt worden. En kan internationaal duurzaam beleid vorm krijgen. Naast deze vorm van samenwerking, van samenleving tot samenleving, zijn er natuurlijk ook nog de reguliere verdragsmiddelen waaruit Surinaamse ontwikkelingsprogramma's worden ondersteund. In de landbouw, het onderwijs, de gezondheidszorg. Maar ook in de rechtsbescherming, de veiligheid, huisvesting en natuurlijk ook het milieu. Het sectorplan Milieu is nog in ontwikkeling, maar Nederland en Suriname werken al een forse tijd op dit terrein samen. Want alleen als we het milieu en de rijkdom van het Surinaamse ecologische stelsel beschermen, kan ontwikkeling duurzaam zijn. Biodiversiteit en bossen, klimaat en water, die staan daarbij voorop. Laat me een korte toelichting geven op deze punten. Duurzame ontwikkeling en een duurzame leefomgeving is een zaak van iedereen en raakt iedereen. People and planet. En alle aspecten. Profit and poverty reduction. Niet PPP dus, zou ik willen zeggen, maar PPPP. Overheden, NGO's, bedrijfsleven en burgers hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen moeten we het doen. En dat is in het belang van iedereen. U weet als geen ander hoezeer de bewoners van het binnenland van het prachtige Suriname voor hun eerste levensbehoefte sterk afhankelijk zijn van de natuurlijke hulpbronnen in hun directe omgeving. Vernietiging van deze natuurlijke hulpbronnen door bijvoorbeeld ontbossing, mijnbouw of goudwinning heeft grote gevolgen voor de levensomstandigheden van deze mensen. Door droogte of overstroming kunnen oogsten mislukken, waardoor er minder voedsel beschikbaar is en minder inkomsten gegenereerd worden. Kwikvergiftiging is een vaak gehoord probleem in relatie tot goudwinning. En een sterke focus op grootschalige economische ontwikkeling gaat vaak ten koste van de armste bevolkingsgroepen, die niet opgewassen zijn tegen de grootschalige projecten of simpelweg geen alternatieven hebben. Door bij te dragen aan het Fonds Ontwikkeling Binnenland hopen we de duurzame ontwikkeling van het binnenland van Suriname te stimuleren. Uit verdragsmiddelen is een bedrag van 8 miljoen euro besteed aan diverse projecten om de ontwikkeling van het binnenland te bevorderen.
Maar het gaat niet alleen om de binnenlandbewoners wanneer we spreken over de noodzaak om aan duurzame ontwikkeling te werken. Het gaat u, mij en ons allen aan. En dat brengt mij op het punt van klimaat. De wereldwijde economische groei en de sterke klimaatverandering leggen een zware druk op kwetsbare ecosystemen. Het internationale klimaatpanel IPCC stelt het onomwonden. Zonder extra inspanningen brengt klimaatverandering niet alleen Millennium Ontwikkelingsdoel 7, een duurzaam leefmilieu, in gevaar. Klimaatverandering heeft effect op alle Millennium Ontwikkelingsdoelen. Als de gletsjers smelten, zal op de duur enorme droogte ontstaan die een direct effect heeft op bijvoorbeeld de kindersterfte. Als kinderen door diezelfde droogte kilometers verder moeten lopen naar de drankwaterput, gaan ze vaak niet naar school. Tekorten aan water en voedsel, gezondheidsproblemen, interne migratie en conflicten over hulpbronnen als gevolg van klimaatverandering, die zijn er nu al. Deze zaken verdienen ons alle aandacht. Het effect van de klimaatverandering op Suriname is evident, zo heb ik uit gesprekken met diverse van u begrepen. Net als in Nederland steekt een economisch belangrijk deel van Suriname nauwelijks boven de zeespiegel uit. En daardoor is uw land kwetsbaar voor klimaatverandering. Net als dat in Nederland het geval is. Een verwachte stijging van de zeespiegel zal dan heel grote gevolgen hebben. Mogelijke scenario's: toenemende kusterosie, grootschalige overstromingen, het verlies van vruchtbare gronden, de vermindering van zoetwaterbronnen, afname van de biodiversiteit, verslechtering van de gezondheidssituatie, etc. Ik begrijp dat Suriname zelf voortgang heeft geboekt op het terrein van water- en kustbeheer. Ik wil Suriname graag complimenteren met het feit dat u, samenwerkend met verschillende donoren, zulke belangrijke stappen heeft gezet om te komen tot een integraal kustbeheer. Een ander cruciaal punt wanneer we het hebben over klimaat is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door de rijke landen en de snel groeiende grote ontwikkelingslanden. Volgens het principe de vervuiler betaalt, ligt het in de reden dat westerse landen, waaronder Nederland, bijdragen de hoge kosten voor de aanpassing aan klimaatverandering waarvoor ontwikkelingslanden zich geplaatst zien. Ik vind dat een integraal en belangrijk onderdeel van de post-Kyoto-afspraken. Daarom ondersteunt het Netherlands Climate Assistance Program Suriname bij het formuleren van klimaatbeleid, waarbij speciale aandacht uitgaat naar adaptatiemaatregelen, maatregelen zoals klimaatverandering en klimaatveranderingbestendigheid. En voor de armsten, letterlijk om het hoofd boven water te kunnen houden, zijn er andere maatregelen nodig. Bijvoorbeeld het Capacity Development for Clean Development Mechanism project. Een hele mond vol. Maar het gaat om technische en financiële onderhandelingen over emissierechten, een belangrijk element van klimaatpolitiek. En die vergen veel tijd en kennis. Door het Capacity Development Project ondersteunen we de slagkracht van Suriname en andere landen in deze onderhandelingen. En ik zie hier voor Suriname een enorm potentieel. Zeker wat betreft de handel in vrijwillige emissierechten, waarbij in de toekomst landen ook gecompenseerd kunnen worden voor behoud van bestaand bos. Bos blijkt wederom een kostbaar goed. Niet alleen voor het milieu, maar in de emissiehandel is er ook winst uit te halen. Bos aanplant kan een belangrijke inkomstenbron worden. Dat vraagt om een verantwoord en duurzaam beleid waarin alle betrokken partijen participeren. En dat brengt mij op het laatste punt, na water en klimaat, namelijk biodiversiteit en de bossen. Kort gezegd, we hebben het biodiversiteitsverdrag en dat is belangrijk ook in het kader van de ondersteuning tussen Nederland en Suriname en andere landen in het zuiden bij het instand houden van het tropisch regenwoud en duurzaam land- en bosgebruik. Verder hebben Suriname en Nederland samen afspraken gemaakt over het duurzaam gebruik van de leefomgeving en de bescherming van biodiversiteit. Het regionaal plan voor duurzaam bosbeheer van WWF Guyana's wordt voor bijvoorbeeld een bedrag van 3,6 miljoen euro vanuit de Nederlandse overheid gesteund. En de activiteiten van de Suriname Conservation Foundation krijgt 3,2 miljoen uit de verdragsmiddelen. Tot slot, ik wil Suriname complimenteren met het organiseren en faciliteren van dit seminar over duurzame ontwikkeling. Uw aanwezigheid hier, een afvaardiging van de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bewijst het belang dat Suriname hecht aan het thema duurzame ontwikkeling. Een thema dat over grenzen heen reikt en mensen noopt tot samenwerken en samen plannen. Over het heden en de toekomst.
Een thema dat zich nauw verhoudt tot de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen, waaraan wij ons allen hebben gecommitteerd. Ik wens u allen op het congres succes. Veel in het formuleren van strategieën die antwoord geven op de grote klimatologische uitdagingen van Suriname, zodat de duurzame economische ontwikkeling van Suriname gewaarborgd is. En ik zie uit naar een verdere samenwerking met u.